wij kennen allemaal een bibliotheek, een videotheek. Wat is een karotheek? Wel, de karotheek is eigenlijk geënt op die namen die u juist noemt. In een bibliotheek vind je alle boeken, in een videotheek alle video's, bij een karotheek alles voor de auto. Wat is er zo speciaal aan deze zaak? De insteek. Niet zozeer de producten, maar we willen een toegevoegde waarde voor iedereen die hier langskomt. Mensen die hier langskomen kennen meestal het product dat ze willen kopen, maar niet achterliggende gronden. Iemand komt vragen naar speciale remmen, hij kan die krijgen, maar ze zijn verboden op zijn wagen. Die informatie die geven we aan de klanten. Kunt u het voorbeeldje nog eens aanhalen van de donker getinte ruit? Ja, zeker. Hier komt een persoon binnen, die heeft een allergisch probleem. En hij zegt, ik wil mijn ramen vooraan verduisteren. Hebben jullie dat materiaal? Ja, we hebben dat materiaal. Bestaat in 3 verschillende gradaties. Maar vergeet niet, vooraan mag je maar tot 35% verduisteren. Ja, zegt die persoon, ik wil toch meer verduisteren. We hebben het product, we kunnen het hem verkopen, maar we geven hem wel de informatie dat het eigenlijk verboden is in België. De Fast Lane is een oplossing voor garagisten, dus we hebben ook het professionele publiek of de klanten. Zij doen een bestelling, ze zijn ergens iets vergeten en hebben snel een onderdeel nodig. Wat doen wij dan? Wij zetten het klaar in de Fast Lane. De garagist stuurt een mechanieker, die mechanieker komt naar hier, neemt het doosje, tekent snel zijn bon af en kan terug vertrekken. De lounge is enkel bestemd voor garagisten, dus het professionele publiek. Wat kunnen zij doen? Elke vrijdag nodigen wij hen uit om hier op een aangename manier even te verpozen en om hun frustraties van de week kwijt te raken. Wij willen ook de mensen opleiding geven, daarvoor hebben wij een vergaderzaal. En na die opleiding of na die presentatie worden zij ontvangen in de lounge en kunnen daar ook nog eens aangenaam nakaarten. Workshops worden gegeven in de week, 's avonds. Bijvoorbeeld een nieuw product dat uitkomt of de nieuwe tendensen, de elektrische wagens, waar je op een hele andere manier de mechaniek moet uitvoeren dan de dag van vandaag. En die opleidingen willen wij hier ook organiseren. En u zorgt voor de gemoedsgesteldheid van de klanten? Ik ga zeker mijn best doen. Ja.